Seppa. Amai. Maar dat is keigoed. Je bent vanuit je bed in de zetel geraakt. Ja. Proficiat. Zijn je nu echt van plan om hier een gewoonte van te maken, of niet? Ik zou niet weten voor wie of wat ik mijn kleren zou moeten aandoen, dus ja. Ja, exact. Dat is het probleem. Kijk, de term kind ten laste, daar bedoelen ze wel iets anders mee. Ik dacht echt gisteren dat we een momentje hadden, weet je dat? Dat we elkaar een beetje begrepen, dat... Maar bon, we zijn nog altijd hetzelfde en je zag nog altijd evenveel, dus... Ja. Kijk, ik wil u wel begrijpen, maar dan moet jij voor mij ook een beetje begrip opbrengen. Dus, ik heb iets meegebracht voor u. Voilà. Wat is dat? Je kunt toch nog altijd lezen, hè? Of heb je dat ook verleerd in Barcelona? Ja, het is een boekje met alle opleidingen, maar... Ik kan dat niet meer doen, hè. Ik ben daar veel te laat voor, dus... Nee, blijkbaar kunt je nog tot 1 maart inschrijven. Dus ik zou graag hebben dat je dat eens grondig bekijkt. Of nog beter, ga eens naar de hogeschool en ga u eens laten informeren. Hè? Dat is toch niet te veel gevraagd. Goed? Ja. Zijn jullie gewoon naar hier gekomen voor mij dat fucking boekje af te geven, of wat? Ja, alles voor u, schatje. Alles voor u. En Seppe, ik wil dat je daar echt werk van maakt, oké? Want anders ga ik u zelf inschrijven in de cursus. Ik heb iets heel interessants gezien. Het buurtcentrum, dinsdagavond, mand vlechten en kantklossen. Oké?